Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is donderdagochtend. Eli is aan het wakker worden. Ik heb die net vanuit mijn buik daar even ingelegd, omdat ik even moest plassen. Ik denk, ik open even snel de vlog. De kinderen hebben studiedag vandaag. Heerlijk, dus we hebben in bed even lekker een aflevering Bellinga's gekeken. En die zijn nu de tafel aan het dekken als het goed is. Ik ga deze man even klaarmaken voor de dag en even voeden. Dus we hebben vandaag best wel een chill dag. Hey man. Vannacht ging het heel goed. Hij was heel rustig. En na iedere voeding kon ik hem lekker terugleggen. En de laatste voeding heeft hij lekker bij mij gelegen. Hè, poepie? Ja. Ja. Hij moet altijd even wakker worden. Meestal als ik hem dan hier neerleg, dan is hij relaxed. Gaat hij lekker naar buiten kijken. Hallo. Ga je even strekken? Oh, even strekken. Hey, Boobie, had je lekker geslapen? Hey. Had je lekker geslapen? Zijn we door het 6 weken sprongetje heen? Hm? Even scheetjes laten. Kom niks te kort hier. Ah, Bolly. Krijgen we nog een lachje? Minimaal. Rode wangetjes. Papa doet altijd rode wangetjes. Nou, ga even aankleden. Hey, Bolly. Oh, ik ben trots op jou. Ben ik blij dat je lekker rustig bent, lieve. Hè? Ja. Ja, gaat het wat beter met je buikje? Ja. Ja. Voor zijn darmpjes geven we deze. En natuurlijk krijgt hij de vitamine K en die D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar komt ie. Daar komen de druppeltjes. Ja. Een mondje. Goed zo. Goed gedaan. Ja, dat is over. Ik heb de hekkels gemaakt en me laten schrikken. Lieve Peter. Wat wel met die bukte van Snikla? Kijk, de minion doet graag ook bananen bij, hè? Bananen! En Eli wil ook gezellig erbij zitten, schat. Ja. Nou, we zijn al een tijdje verder. En ik appte Maarten net even. Op het moment dat Maarten 's ochtends nog thuis is, ga ik normaal gesproken echt even binnen een kwartier door het huis. En dan doe ik de dingen die ik moet doen. En vanochtend was hij om 6 uur of zo al uit huis. En dan merk ik dat het, als ik dus dan mijn rondje niet gedaan heb, dat het dan de hele dag vervolgens duurt voordat ik gedaan heb wat ik heb moeten doen. En nu gaat het echt namelijk op zijn oogje dooien. En ja, de kids zijn natuurlijk ook thuis en meldt hij zich. En nou ja, maar ze zeggen ook, ja, dan moet je gewoon vandaag niet alles willen doen. Ik zeg, ja, dat kan ook niet. Maar het is wel irritant en ik weet dat goed om te weten voor de volgende keer. Dat ik moet proberen voordat Maarten het huis uitgaat, dat ik heel even de handen vrij heb, dat ik dan heel veel zin in no time krijg. We zijn even samen aan het opruimen, want we hebben hier allemaal zo hoekjes waar van alles door elkaar ligt. Dus we gaan nu even kijken wat in welke doos hoort. Zoekjes, schat. De zwarte.
Goed zo, jongen. Nou, Nick is hier de kleine prullaria van de Lego aan het sorteren, hè? In de juiste la. Ja. Ja. Ik was even aan het kijken welke dozen nog leeg zijn. Verkleeddoos, Hot Wheels doos, rommeldoos, grote auto's, Hot Wheels, Thunderbirds, Playmobil. Verkleeddoos, hoeveel verkleeddoos hebben we wel niet? Ik ben echt zo blij. Elie is echt tevreden vandaag. Hij lacht en heeft geen krampjes en... Niet dat hij niet mag huilen, maar ja, ik zie gewoon dat hij ja, lekkerder in zijn vel zit. Dus dat is fijn. Ja, vriend. Wat goed zeg. Ga je even een dutje doen? Ga je even een dutje doen? Ik ben erg moe, ondanks dat de nacht beter was dan de vorige nacht. Maar ja, ik laat jullie even zien in hoeverre ik achter de feiten aanloop. Staat dus bed. Was die ik nog moet opvouwen en opruimen. Het bad is nog vol van gisteren. Vuile was die naar boven moet, was die ik moet opvouwen. Ja, hier werd dan begonnen met opruimen, maar uiteindelijk ziet het er erger uit dan daarvoor. Hier hetzelfde verhaal. En er is nog de was die... Na de caravan vakantie gewassen is, die moet dus ook nog in de kasten. En dit ook. Dus ik heb eventjes hulp ingeschakeld. Ik heb even gevraagd of mijn schoonmoeder zin en tijd heeft om even te komen om met Elie te knuffelen en thee te drinken. En daarnaast ja, mij even de ruimte te geven dat ik even kan knallen en misschien zelfs nog 10 minuten mijn ogen kan dicht doen. Maar misschien gaat meneer ook gewoon even slapen. Dat helpt natuurlijk ook mee. Maar dat nu is hij gewoon aan het brabbelen. Hé, hey, ben jij een poep, hè? Hey. Ja. Hij is nu 6 weken en een paar dagen oud. Ja. Ja. Moet ik je ook met rust laten, anders ga je natuurlijk ook niet slapen. Ik was net op mijn... armen bijna in slaap gevallen. Dus ik dacht, oeh, snel naar bed. Snel naar bed. Ik krijg nu weer even een opleving. Ja. Ik kom. Jullie mogen komen. Naar de film. Yes. Even in het bed. Terug. Op z'n kop. We zijn even binnenste buiten aan het kijken. Buiten is het regen. Ik ben natuurlijk aan het voeden en natuurlijk aan het eten. Ik heb een rijstwafel gehad, een maiswafel met vegan kaas. Ik zal jullie dadelijk even de verpakking laten zien. Er zit geen lactose in, geen soja, geen... Nou ja, van alles en nog wat geen. Van alles en nog wat zit er niet in. Het ruikt als kaas en het smaakt enigszins als kaas. En ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar Eli heeft vandaag echt een goede dag. Hij is echt lekker en wel. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Heeft dat ermee te maken dat ik gestopt ben met koemelkproducten sinds een paar dagen? Of zijn zijn darmpjes gewoon aan het wennen? I don't know. Ik heb even geslapen, zoals je misschien kan zien. Daarvoor heeft... Oma ons even geholpen hier met de was. Dus alles is lekker bijgewerkt. En de kinderkamers zijn opgeruimd, finally. En binnenkort ga ik, zoals jullie dus ook aangevraagd hebben, een home tour eens doen. Dit zijn de maiswafels van de DM. En dit is dan die kaas. Die heb ik bij de Plus besteld. En ja, free from wat
Wat zijn jullie aan het doen? Ik heb nog een blaadje nodig. Van dingen voor Sinterklaas in de plakken. Mm-hmm. Een verlanglijstje. Hm? Mm-hmm. Goed zo, Lia. Toppie, Nick. Alleen die carrière. Maar die vind je wel belangrijk, hè, die carrièrebaan. Ja. Oh, nice. Dit zijn alle spulletjes die ik wil hebben. Wauw. Maar dat ga ik dadelijk op. Paarden, paarden. Oh, wat is dat voor iets moois. Nog meer paarden. Nog meer paarden. Kijk, de bioscoop. Ben je in de kleuren, schat? We gaan een zalmfilet eten met wat groente en rijst. Papa heeft even twee blokjes gezaagd voor het bed van Eli, zodat de kinderbijbels weer op hun plek kunnen. Wat is dat, stinkt? Lekker hout. Hout ruikt lekker. Ruik maar eens. Lia gaat even helpen met de tafeldekken. Maarten thuis kwam even tussen de voedingen door heel snel naar de kringloopwinkel gegaan om even te neuzen. En ik heb deze mand gekocht voor 5 euro. Want ik denk dat ik het ga gebruiken als wasmand op de kamer van Eli. Omdat ik s'nachts wel eens vaker van hydrofiele luiers heb die dan vies zijn. Dan kan ik die erin gooien. Of ik gebruik hem voor speelgoed wat zich hier door de dag heen hieronder vindt. Maar dan krijg je dus een rommelmand. Dus ik ben nog even aan het overwegen. Ik ben ook aan het bedenken hoe ik hem schoon ga maken. / desinfecteren. Dat gevoel heb je nu natuurlijk nog wat meer. Ik in ieder geval.